wat vind je nou van het idee? Ik vind het een heel leuk idee. Ik bedoel, het is zo belangrijk dat je dat deze ideeën vooral bedoelt om de cohesie, de samenhang in de wijk te vergroten, kinderen bij te betrekken, alle mensen van de wijk erbij betrekken. Dat is een heel goed idee en dat is elke wijk is dat altijd goed. Het is een natuurlijk ontzettend leuk idee om een geitenboerderij op de geitenkant te hebben. Dat is de melk die daar gebruikt wordt, die kan hier ook allemaal goed verkocht worden. Dus dat is hartstikke leuk. Positief, team. Het is een moeilijk project, lijkt mij in ieder geval. Ik heb geen ervaring ermee met geitenboerderijen opzetten. Maar het lastige lijkt mij om een geitenboerderij in een woonwijk op te zetten. Dus je nou zegt, we hebben hier bij Arnhem en omgeving best wel andere terreinen waar je makkelijker geitenboerderij kan neerzetten dan op de geitenkamp. Als wij realistisch zijn vanuit de gemeente en ik dan vanuit mijn functie als gemeenteraadslid voor de VVD. We hebben natuurlijk bezuinigd. Dat betekent dus dat we een aantal dingen niet meer doen. En dat we ook kijken voor nieuwe dingen, van draagt het iets bij. Dan kan het nu niet op vooruit lopen. Maar we hebben al gezegd, er moet ruimte blijven ook voor nieuwe dingen. Als we het financieel bijspringen is, laat ik zeggen, dat is al lastig. We kunnen moeilijk een investering gaan doen op dit gebied. Als we andere organisaties, als de bibliotheek, dan in één keer wel moeten gaan bezuinigen. Dan moet je dat toch. Dan zijn onze keuzes bij organisaties die op dit moment al bestaan en goed zijn. En dan kun je beter over een paar jaar eens gaan kijken als dan hopelijk de economie weer wat beter is. Dus op dit moment weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. En mocht er subsidie komen, hoeveel mag het voor jou dan krijgen? Ja, dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Je kunt heel nu voor de camera zeggen van, hey, doe maar een ton, doe maar 50.000, doe maar 25.000. Dat kan je wel zeggen, maar dat heeft namelijk helemaal geen meerwaarde om je niet, op dit moment kun je niet hard maken. Want je weet niet wat is de behoefte, je weet niet wat kunnen we, wel kunnen we niet, welk potje moet gaan komen dan, etc. Dus dan wachten liever even mee tot het moment dat daar is, dan kunnen we namelijk veel beter alles beoordelen. En het plan algemeen vindt u goed, maar wat specifieker, zijn er dan meer punten? Nou, dus, de regelgeving is, die plek is waanzinnig moeilijk. Ik denk dat dat echt het grootste bottleneck gaat worden. En ten tweede, zoek de mensen bij die heel erg veel ervaring hebben van het opzetten van zo'n bedrijf. Want ik heb begrepen dat de initiatiefnemers het echt houden van een geitenboerderij, maar dat daar nog geen ervaring specifiek mee hebben, betrekt er iemand bij. Want het organiseren van zoiets met dieren is heel moeilijk. Wat moeten Bram en Meerte nou doen om het plan echt steun te geven in de raad? Nou, ik weet niet wat voor steun ze uiteindelijk in de raad vragen. En of de steun in de raad nodig is hier. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Het onderwerp is op dit moment nog niet op de agenda gekomen, dus we hebben er niet over gesproken. Dat moet dus dan nog gebeuren en dat zal dan na de zomervakantie een keer op de agenda gaan komen. Wat ik wel hoop dat is dat de initiatiefnemers het actief gaan stimuleren richting de gemeenteraad, zodat het ook op de agenda komt. Want hoe meer wij erover spreken, hoe meer de kans groter wordt dat iets meer gedaan wordt. Flink lobbyen. Uiteraard, dat is heel belangrijk.